Welkom, dit is Bijzondere Verzamelingen, het nieuwe tv-programma van Haldenbergen TV, waarbij we op bezoek gaan bij mensen uit de Haldenbergen en omgeving met een bijzondere verzameling. Vandaag zijn we te gast bij Jean Bosman uit Uilenbos, waar zij een bijzondere uilenverzameling aan ons gaat laten zien. Misschien uitleggen waarom u bent begonnen met het verzamelen van uilen? Ja, dat kan ik zeker uitleggen. Dat heb ik dus op vakantie een keer, heb ik dat ene uiltje dan gezien, deze. Ja. En die vond ik gelijk zo mooi, want ik vind een uiltje gewoon een leuk beest om te zien. Zo is het eigenlijk begonnen in 1972. Dus dat is al bijna 30 jaar geleden? Zeker. Toen dacht ik nog niet dat ik een verzameling ervan zou maken. En hoe is dat eigenlijk gekomen dat u het dan wel bent gaan verzamelen? Ja, familie, die ging op vakantie met een verjaardag. Dan krijg je natuurlijk een uiltje. En zo is het eigenlijk allemaal. En ook zelf gekocht en vriendinnen meegebracht. Zo is het allemaal gegaan. Want u heeft eigenlijk overal waar u op vakantie gaat, heeft u een uiltje meegenomen? Ja, maar ook mijn familie. Mijn zoon uit Indonesië. Ik zelf uit Rusland, die moest ik hebben daar. En welke is het uiltje uit Rusland? Ik denk dat dat deze is. Heeft u een uil die extra speciaal is voor u? Jazeker heb ik die. En een hele grote ook. Deze. Vertelt u maar. Nou, die heeft mijn kleinzoon laten maken afgelopen zomer op Jamaica. Ja? Op het strand. Heeft hij allemaal zo laten maken. Dat is helemaal uitgesneden zo. En die jongen is 17 jaar, dus dat vind ik heel wat. Dat ze dat voor een oma doen. Ik zie ook dat u uilenoorbellen in heeft. Ja, die wilde ik altijd hebben. En betekent het symbool uil, heeft dat ook een bijzondere betekenis voor u? Ja, kijk, ik weet alleen dat de uil is het symbool van de wijsheid. Ik wil nou niet zeggen dat ik zo wijs ben, maar ik vind gewoon een uil een leuk beestje om te zien. Ja, nou, die heb ik dus van een partner van me gekregen, maar die is al heel lang dood. Dus die bewaar ik gewoon helemaal altijd. Die heeft ook wel een bijzondere betekenis. Waar komen de uiltjes vandaan? Nou, uit Duitsland, Italië, Oostenrijk, Curaçao, Amerika, Frankrijk, overal vandaan. Dus het is een internationale uilenverzameling? Ja, kan ik wel zeggen, ja. En deze bijvoorbeeld heb ik van mijn schoondochter gekregen, omdat ze Curaçao woont. En die zei gewoon, toen ik hem uitpakte, wij vinden hem afschuwelijk, maar u zal hem wel mooi vinden. Van welke materialen zijn de uilen gemaakt? Allemaal verschillend natuurlijk. Hout. Ja. En koper. En deze helemaal van schelpjes. Curaçao. En dit is dan de eerste beroemde. Albast. Lava. Deze die trek van mijn kleindochter op sparen, een spaarpotje. Een spaarpot? Ja. Maar ik had helemaal niet gezien dat dat een uil was. Dat zag pas Ria, weet je wel. Maar dat is toch een uil, hè? Ja, dat is zeker een uil. Ja, nou, dat heb ik dus ook weer gekregen. En dan niet te vergeten deze. Van helemaal van glas. Een wasknijper met een uiltje. Ja, maar ja, dat gebruik je natuurlijk niet aan je was. Ja, en weet je wat ik ook zelf een mooie vind? Dat is deze. Die is uit Turkije. Ook in het koper. Vind ik ook een hele mooie. Dit bijvoorbeeld van mijn kleindochter is weer een kaars. Maar die steek ik dan weer niet aan. Zou jij dat doen? Nee. Nee, dat is dan is die weg. Ja. 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 Dat is weer van een kaars. Ik heb blokfluit gespeeld. En een tasje zie ik ook liggen daar. Ja, een portemonneetje. Ook weer, dat kreeg ik weer van mijn vriendin te waren op vakantie. Ik denk in Duitsland. Deze heb ik ook van mijn zoon gekregen. Ik geloof ook uit Amerika of zo. En die vind ik zelf ook erg mooi. Dat was een vriendje van mijn dochter. Kreeg ik twee witte uilen. Waar is die andere witte? Daar links, denk ik. Ja, die. Oh, Signore Zwijger is dat. Ja. En toen zei hij, dat vriendje, maar die mag ik heel graag. Hij zei, want u vindt dat schilderen leuk. Maar ik zei gewoon, ja,
moest ik een uil gaan zitten schilderen. Dat is dat resultaat geworden. Zou je nog meer uilen willen blijven verzamelen? Nou, ik vind eigenlijk dat ik er nou best wel veel heb hoor. Want hoeveel heeft u er ongeveer nu? Ja, ruw geschat, ik denk 165 of zo. Tot zover de eerste aflevering van Bijzondere Verzamelingen. Bent u of kent u iemand met een bijzondere verzameling en wil u deze graag laten zien aan ons? Kunt u een e-mail sturen naar bijzondereverzamelingen@rtvhaldenbergen.nl.